Hey, en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe tutorial. In deze tutorial ga ik je laten zien hoe ik deze look heb gemaakt. En deze look is ideaal voor het voorjaar of voor de zomer. De ooglook die ik je zo ga laten zien is makkelijk en simpel na te maken. Dus ik wens je veel plezier met kijken. Als eerst begin ik met een wit oogpotlood en ik gebruik hiervoor de koolpenseel in kleur nummer 4. En dit is een wit oogpotlood die ervoor zorgt dat de kleuren beter tot zijn recht komen. Daarna pak ik het oogschaduw trio in kleur nummer 85 en hiervan gebruik ik de derde kleur als highlighter voor onder mijn wenkbrauw, maar ook voor in de binnenste ooghoek. Op een bewegend ooglid breng ik de tweede kleur uit het oogschaduwpalet kleur nummer 53 aan. Daarna breng ik de eerste kleur uit hetzelfde palet aan en deze breng ik aan in de arcadeboog. Om wat meer diepte te creëren gebruik ik de derde kleur uit dit palet. En dit is officieel een wenkbrauwpalet, maar deze kleur kun je ook prima gebruiken voor in een ooglook. En deze kleur breng ik aan in de outer V. Ook breng ik deze kleur aan onder mijn wimperrand. Daarna is het tijd om het geheel te blenden en eventueel de andere oogschaduws nog wat extra aan te zetten, zodat de kleuren mooier overkomen. De look maak ik af met een mooi oogpotlood en hiervoor gebruik ik dit oogpotlood in kleur nummer 2 en deze breng ik aan op de bovenste en onderste waterlijn. En als allerlaatste gebruik ik nog een mascara en dit is een zwarte mascara en dit is kleur nummer 7. En dit was dan alweer de tutorial. Ik heb deze look afgemaakt met deze hele toffe lipstick. Dit is een hele mooie felle kleur. Dit is kleur nummer 48. Maar je vindt natuurlijk alle beschrijvingen en kleurnummers van alle producten die ik heb gebruikt in de beschrijving van deze video. Ik ben benieuwd wat jij van deze look vindt en ik zie je heel graag de volgende keer weer. Doeg!